Hallo, mijn naam is Vincent Martijns en ik ben CEO van de firma Intercoax. Om de medische staf en het management hier op het oefencomplex te kunnen ondersteunen, hebben we de mogelijkheid dus vandaag op een snelle, niet-invasieve, maar ook zeer accurate manier dus de lichaamstemperatuur te kunnen meten. Dus u zal straks merken dat bij het binnenkomen van het oefencomplex de temperatuur wordt gemeten door ons thermisch station. En dus elke persoon die voorbij de camera komt, een foto wordt genomen waarbij dus de temperatuur snel wordt uitgelezen met datum en tijd. Dus deze data wordt opgeslagen en dan later gerapporteerd aan de medische staf. Dus de opzet van de meting is om elke anomalie of een verhoogde temperatuur aan te geven. En u zal dus merken wanneer we bijvoorbeeld een aansteker in beeld brengen, zal de temperatuur meteen boven de ingestelde waarde, bijvoorbeeld 37,5 graden, zal dus meteen een alarm worden gegenereerd, een auditief alarm. Maar dus ook op het scherm ziet u meteen dat de opname in de rechterkolom terechtkomt, waar dus de alarmen worden gerapporteerd. Het systeem biedt op deze manier de mogelijkheid op een niet-impacterende of niet-invasieve manier toch een bijdrage te leveren aan de voorzorgsmaatregelen vandaag. Het gaat snel, het is accuraat en nog eens, het is niet ingrijpend. Hè. Men kan dus op een vloeiende, vlotte manier doorgang verlenen. Men kan simultaan verschillende personen de meting laten doen. En we dragen op deze manier toch bij, hopelijk aan een safe, gezonde heropstart van onze geliefde sport, namelijk dus de Belgische voetbalcompetitie.